Lieve jongens en meisjes, dauwdruppeltjes, elke dinsdag bespreken wij de laatste tech, gadget en gear hier bij Gamers at Gear, het liefst gerelateerd aan games. Naast me zit Tom Kouwenberg. Dit is Peter Bouwman. En we gaan het hebben over een Switch. En dan niet de Nintendo Switch. Nee, want ik dacht van, maar daar hebben we toch al lang een review van. We hebben trouwens geen review van. We hebben de Nintendo Switch nooit gereviewd. Oh, nee, maar het is gewoon zo'n topapparaat, het ontstijgt reviews. Nee, ja, we komen weer terug bij Netgear. Netgear, wat vorige week ook een product van Netgear. Ja, maar dan... gamers. Netgear. En nu weer, en dit is weer een Switch. Ja, nou ja, vorige was het natuurlijk een router, dus dat was een soort van Switch met dan ook nog de wireless capacities. En nu gaat het echt specifiek alleen over bekabeld netwerk, maar dan wel, je krijgt met de SX10 van Netgear in de Nighthawk Pro Gaming Line, krijg je maar liefst 10 poorten. Dus kun je gewoon een kleine LAN-party mee houden. Lijkt me heel moeilijk om te reviewen, Tom. Nou, valt eigenlijk wel mee, want hij heeft best wel een sterke belofte gewoon. Hij zegt van, oké, gamers, als je een keer je netwerk uit wil breiden met de Switch, dan is dit, zeg maar, de Bentley onder de Switches. En ik denk dat je dat ook wel een klein beetje ziet, want dit is een van de weinige Switches die daadwerkelijk ook iets met zijn uiterlijk heeft gedaan. Weet je, aluminium, stevige aluminium behuizing, een wat aparte vorm en dan ook nog eens een keer natuurlijk full RGB-ledjes, want nee, RGB, why the ja. fuck ook not. Echt waar, ja, RGB? Nee. Met Jazeker. Software ook? Ja, nee, er zit sowieso, Netgear specialiseert zich als het aankomt op de gaming line, nu best wel veel op de software. Dit draait niet net als de router en de Duma OS, helemaal vooruitstrevende soort van open source software. Maar er zit wel online, kun je dus wel allerlei dingen instellen, waardoor je dus als je dit zo'n kleine LAN-party gaat houden, kun je dus al die ledjes instellen, bandwidth up en down, limieten zetten. Je kunt ports forwarden en zo en laten kopiëren met elkaar. En je kunt zelfs 10G internet ondersteunen. En dat is... meer dan wat er ook ondersteund wordt door de Nederlandse leveranciers van internet vandaag de dag. Wow, waar overal volgens mij. Ja, nee, 10G is... dat is dus ook echt dat je ziet van... oké, het is dus wel als je ook een veel eisende gamer bent... want je kunt twee poorten combineren tot een 10G-stream... Wow. Wat eigenlijk gewoon te ver gaat. En je kunt cheaten, want je kan andere mensen een bandwidth afbreken. Ja, je kunt heel stiekem natuurlijk zeggen van... hey, jij doet het best wel goed. Nee, ja. We gaan nu even gewoon 1 MB up, 1 MB down ja. of zo krijg je maar van mij. Maar dan ziet hij dat misschien natuurlijk wel met het ledje weer... van zijn eigen poort. Dat is waar. En dan gaat hij natuurlijk zeggen, ja, met mijn connectieproblemen. Dan gaan de anderen natuurlijk allemaal zeggen, ja, die van mij is perfect. Die van mij is perfect. Ja, wat een vet apparaat, ik wil het hebben. Ja, het is dus wel dat je het voor €280 ongeveer, als ik zo'n beetje de webshops afspeur, €280 maakt het wel echt een Switch die ontiegelijk duur is. Sowieso als je een fatsoenlijke Switch wil hebben van Netgear of een andere partij, zit je vaak al aan de €50, €60 voor een poort of 4, 5. Hier heb je er dus wel 10, dus dan zou je wel zeggen, nou voor €280, als je dat tegenaan smijt, heb je wel gewoon een kleine LAN-party al een soort van in huis. Ja, maar het is wel echt €280. Ja, €280 is wel bijzonder veel, maar dat zeg ik ook. Het probeert zich een beetje neer te zetten als de Bentley van de netwerkswitches. En dan specifiek ook echt met het oog op de gamer. Ja, maar is dat niet tegenwoordig een beetje het keyword? Gewoon wij doen voor de gamer, dus we doen het heel duur en we doen het heel exclusief en we doen het heel goed. Nou ja... waardoor je hele hoge prijzen kan vragen, dat bedoel ik. Zo opent de markt natuurlijk wel altijd. Over verloop van tijd, als zeg maar, de game doelgroep ja, een soort van gestaag lijkt te groeien, dan komen natuurlijk ook budgetvariaties. Maar ja, Netgear wil zichzelf heel graag neerzetten van kijk, wij zijn de beste, ook voor de gamer. Ja, dan kom je natuurlijk allereerst met zeg maar, de dure range aan producten. Dus misschien dat ze hier nog een keer een wat kleinere versie van gaan maken. Dat zou wel leuk zijn als dit aanslaat, dat je er ook eentje zo kan kopen van 4 of 5 poorten of zo. Maar ja, ze klappen natuurlijk meteen een van de lijpste dingen erin. 10 poorten, ledjes te over en dergelijke en natuurlijk ook gewoon fatsoenlijke firmware en software. Ja, dat is ook belangrijk trouwens. Ja. Oké, tof. Volgens mij ben je wel tevreden. Ja, het is alweer aan de dure kant. En sterker nog, het is nog duurder dan de router die je daar ook kunt scoren van Netgear, die we dus vorige week behandeld hebben. Wat best wel bizar is, want dat is dus weer de Bentley onder de routers en de Switch is gewoon duurder dan de router. Ja, maar ja, goed, de Switch, dat is gewoon een ding. Ik weet het niet. Vooral voor gamers die heel veel geld hebben en graag LAN-parties organiseren en graag willen winnen, want dan kun je maatjes afknijpen. Goed, dit was Games at Gear voor deze week. Wil je echt alles weten over... dat weet ik eigenlijk niet. Ga je erover schrijven? Oh ja, vind ik wel leuk. Schrijf wel een stukje erover. Als je echt alles wil weten over dit product, ga dan naar gamersnet.nl. En natuurlijk voor alle Games at Gear afleveringen, check gamersnet.nl. En bedankt Tom. Bedankt Peter. En tot snel. Ja.